Wij zijn begonnen met Garage Noord in 2016. En eigenlijk was dat een ongepland proces. Het eerste idee was een kantoorgebouw voor ons, want het was heel onpraktisch. En op een gegeven moment hebben we daar op Oud en Nieuw 2016 een illegaal feest gegeven. En dat was zo'n succes dat we wat muurtjes eruit hebben gesloopt en dachten, oké, dit moet een club worden. Wat we denk ik misten was een plek waar je aan de ene kant vrij in jezelf kon zijn, maar ook mensen kon zien die op jou lijken. We hebben met z'n allen gewerkt op een best wel vrije horecaplek genaamd Pacific Park Amsterdam. Rock'n'roll, punk, niet per se elektronische muziek, maar wel een bepaalde attitude die wij ook wel hebben meegenomen, denk ik, in Garage Noord. Voor ons was er niet echt de mogelijkheid om Garage Noord op te bouwen zonder dat we dat zelf gingen doen. Wij hadden niet een grote lening of een groot kapitaal om zoiets te beginnen, maar we hadden wel onszelf en onze eigen handen. En dat was aan de ene kant heel hard werken, maar aan de andere kant ook wel weer veilig, omdat je het samen doet. En ik denk dat vooral in Amsterdam nu of in grote steden nu het gewoon heel erg ingewikkeld wordt als je een club wil starten of een plek wil beginnen. En daarmee is eigenlijk de enige optie volgens mij om het samen te doen. En misschien ook wat verder uit de stad. En dat was Amsterdam Noord, waar er nog wel mogelijkheden lagen. Kanaal 40 is wat betreft artistieke visie denk ik gewoon een volgende stap vanaf Garage Noord. En dan niet per se als het gaat om wat is onze smaak, maar wel van hoe kunnen we het best mensen bij elkaar brengen. Alleen maar op die smaak afgaan is ergens heel beperkt. Want wat is hetgeen wat jongeren inspireert? Wat is hetgeen wat mij inspireerde toen ik jong was? Was deels muziek, maar ook gewoon een bredere lifestyle of manier van uiten. Dat kan kleding zijn, mode, muziek. Als je dat op die manier bekijkt, besef je dat je eigenlijk zelf af en toe een stapje terug moet nemen als curator en andere mensen eigenlijk de sleutels moet geven van jouw locatie. Natuurlijk zijn er plekken geweest die op ons voorliepen enzovoort. Maar aan de andere kant, als we keken naar het landschap op dat moment, was het ook erg gescheiden. Als we keken naar line-up op de line-ups van 7, 8 jaar geleden, was het ook erg wit en erg man. Vanaf daar denk je van, oké, hoe kunnen we dit inclusiever maken? En een deel van het verhaal is inderdaad aan die line-ups werken. Een deel van het verhaal is de mensen die het voor het zeggen hebben achter de schermen, dus ook in de clubs. Maar dat is maar een deel van het verhaal, denk ik. Het gaat er ook om van wie programmeert, wie cureert. Ik denk dat de magie van nacht en van clubs is dat je een eigen ecosysteem kan opbouwen. En vooral dat je een plekje kan creëren die voor mensen, voor sommige mensen, een veiligere plek kan zijn dan het dagelijks leven. Dat wordt het meest duidelijk natuurlijk bij groepen die gemarginaliseerd worden. Dat die in de club zich echt kunnen uiten voor wie ze zijn. Je kan creatief zijn, je hoeft niet mee te doen met wat er van je wordt verwacht. Ik denk dat je als culturele instelling sowieso moet kijken naar gelijkwaardigheid in plaats van gelijkheid. Vooral omdat niet iedereen jouw hulp nodig heeft op dezelfde manier. En niet iedereen jouw plek nodig heeft op dezelfde manier. Daarmee kom je soms tot andere maatregelen. En moet je soms iemand even extra helpen. Ik denk dat er een groot verschil is tussen hoe de stad door de jaren heen naar nachtcultuur aan het kijken is. Als in dat nachtcultuur natuurlijk heel lang niet als cultuur werd bestempeld. Dus dat je het ook minder snel aanspraak maakte op fondsen die voor allerlei kunstvormen er zijn. We hebben nu een vrij progressieve gemeente wat betreft nachtclubs. En de contracten zijn vaak tijdelijk. En wat gebeurt er als die tijdelijkheid op een gegeven moment afgelopen is, als die 5 jaar over is? En dat is steeds maar weer de vraag. En daarmee moeten we eigenlijk vechten vanuit de overheid, maar ook vanuit onszelf. Moeten we ook samen proberen om een soort van vuist te maken tegen dat grote geld. Het is erg belangrijk dat we dit beseffen met z'n allen en hier met z'n allen iets aan doen. Want
alleen op die manier blijft Amsterdam Amsterdam en blijft het een vrije plek voor heel veel mensen die zich op een andere plek helemaal niet zo vrij voelen. En dat is denk ik het belangrijke van kunst. En daarin is Amsterdam altijd een voorloper geweest met andere steden. Maar dat dreigt ook verloren te gaan als we dit met z'n allen laten gaan of hier niet bij stilstaan. Ik ben er nog mee bezig om het thuis te creëren wat ik voor ogen had. Alleen er zijn avonden waarbij ik het gevoel heb van hey, nu is het goed en nu voelt het top en ik voel me veilig, ik voel me thuis en ik heb het gevoel dat jongere mensen hier ook dat gevoel kunnen hebben en daar doe je het voor. En dat is niet elk moment, maar zolang ik het gevoel heb dat dat kan, ga ik ermee door.